In Bilthoven, Nieuw Lyceum. Oh, niet op de werkplaats. Nee. Nee, die zit daarnaast, ja. Ja. Ja, grappig. Ja, ik werk nu natuurlijk ik werk nu voor een ander regio-team. Er zit ook de Bilt en Bilthoven. En oh ja, wat cool. Ja, het is wel grappig. Ik begin nu een beetje bekend te raken met die scholen. Maar ik wist ineens niet, ik wist niet meer zeker of jij nou op de werkplaats les gaf of dat je op een andere stad. Ja. Nee, die zitten dus naast. Dus, nee. Ja, ik heb alleen maar problemen gevallen. Alles wat bij mij komt is een probleem gevallen, ja. Nee, maar niet op een vervelende manier hoor. Ik heb ook hele leuke cliënten die het gewoon, ja, sommige cliënten die doen iets in de dynamiek, zeg maar, waardoor het voor jou ook vervelend is, maar sommige zijn gewoon, ja, hebben gewoon vooral zelf er last van en doen niet die last echt, tegen mij. Die een missie, die missie maken om het voor jou vervelend te maken. Ja, een soort van in ultieme vermijding, dus dan hoeven ze niet met zichzelf bezig te gaan, dan kunnen ze de focus leggen op de slechte therapeut. Oh ja. Ja, dat niet dat ik alles perfect doe hoor. Soms dan maak ik natuurlijk ook misschien een inschatting fout. Ik wil echt niet zeggen dat alles wat zij doen, dat komt goeie, doordat zij. Goede tactiek, hè? Ja. Ja, nee, daar probeer ik wel echt voor te waken. Want dat vind ik heel naar als ik zeg maar dat zou zeggen als een soort van excuus voor mij falen of zo. Ja, nee, maar ik snap het wel. Maar ja, moet het ook niet een klein beetje klik of zo even denken van, hè? Zeker. Ik heb ook een keer een meisje gehad, daar had ik één gesprek mee gevoerd en dat. Ja, paste gewoon niet bij elkaar. Ja. Dus dan kan je ook heel weinig bereiken, want dan gaat zij ook echt niet dingen van mij aannemen. Nee. Als ze dan meteen denkt, ja, dat is echt wel van een cold-hearted bitch, dan kan ik veel proberen, maar dan ga ik niet binnenkomen. Ja, ja, precies. Ja, grappig, hè? Ja, dat is ook wel op zich wel goed om te beseffen van, ja, ook al heb je zelf misschien het idee dat je goed aansluit bij iemand, dat dat toch niet altijd zo hoeft te zijn en dat het helemaal niet te maken hoeft te hebben met jouw karakter. Of tenminste, dat jij een vervelend iemand bent of zo. Ja, sommige mensen passen gewoon beter bij je dan andere mensen. Ja, en daar kun je dan gewoon meer mee. Ja, dat is natuurlijk ook. Ja. Dat zou je vast wel herkennen, sommige leerlingen, daar kan je waarschijnlijk ook betere aansluiting bij vinden dan bij anderen. Ja. Ja, en echt ook met opvoeding zo merk je dat ook wel. Hè? Ja. Ik ook wel, ik had voor ook zo'n meisje die jullie merken, die vader, die lijkt dan best wel waarschijnlijk qua opvoeding op mij of zo. En dat klikt dan niet. En dan merk je heel snel dat het met tussen dat meisje en mij ook heel moeilijk loopt. Ja. Omdat ja, dat raakt dan het eigen verhaal bijna. Ja, een soort van Pavlov is of zo, omdat ik natuurlijk best wel, ja, dan autoritair doe of heel streng, weet je wel. Met alle vader ook wel zijn. Dat is echt, ja, dat merk je dat er heel veel doen. En sommige leerlingen kan je gewoon heel goed mee. Ja. Andere leerlingen, ja, net mensen die gewoon denken, ja. Weet je, ik heb niks met jou. Hmm. Ik denk dat deze zo'n leerling natuurlijk ook. Denkt, ja, van, klopt. Ja, dat is wel grappig. Ja, dat maakt het ook wel leuk. Dat is cool. Ja. Ja, en zeker, en inderdaad op het moment dat je zelf ook beseft van, oh ja, eigenlijk ben ik gewoon, is mijn handelen een soort, of een reactie, vaak een spiegel op mijn eigen handelen. Ja, en ik ben de enige die op zich over het algemeen die daar verandering in komt. Ja, ja. Nee, precies. Ik besef dat ze het niet hebben, dat niet de skills om daar iets mee te doen. Ja, dus dat je gewoon heel frustrerend is. Eerst helemaal afbreken. En dan gewoon ja, dit is voor mij vaktiek iets lastiger. Zeg maar dat ik met Jay kom. Ja. Ja, Jeroen, Tom, kom naar jou. Oh, er is er een bij jou, Jay. Er is er een bij jou, Jeroen. Oh, hij is dood. Oh, hij zegt 5 of 3 keer dood. Waar zit die, Jay? Waar zit die, Jeroen? In het huisje. Welk huisje? Van het contract. Ja, ik ben er. Tom is er. Ik ga jullie wel even aan elkaar geven. Oh, het is druk hier. Oh ja? Zijn er veel mensen? Ja, er zijn er twee ofzo. Hey, hoe is mijn Bibi? Ja, goed. Zit lekker te werken. Oh, echt? Voor de werk? Echt, zeg maar. Ja. Ja, ze vragen, ja. Goed bezig. Oh. Waar zit hij, joh? Oh, daarboven echt.
Jezus, wat een smerige kiezenleier. Nou, echt, hè? Sorry. Ik loop ook echt gewoon naar buiten daar ook. Ja, nee, ik zit nu koetjes naar te kijken. Dus, Oh, wow. Ja. Echt een dedicated teacher. Ja, zondagavond, als ik ga gamen, dan gaat het niet. Oh, dat is slim. Ja. Want dan heeft zij het gewoon lekker gedaan. Ja. En je kan het toch niet lekker iets samen doen. Dus dan is het wel een goede manier om even je... Ja, het scheelt haar weer tijd op het moment dat je gewoon... En dat digitaal toetsen, dat is wel echt... echt cool. Dus dat hebben we wel echt meegenomen van deze. Hij zit hier nog daarboven, Jay, of niet? Hij staat daarboven. Hij staat daarboven. Ja, want hoe werkt dat dan, met digitale toetsen? Nou, je maakt van je toetsen zeg maar in zo'n digitale module. Mm-hmm. En dan... Ja. Ja, dat is ook. Lekker J. Lekker J. Nee, dus in plaats van dat je. Dus dat gaat ervoor gaan. In plaats van dat je gewoon toetsen print en afneemt. Dan. Oh, achter je, achter je. Nou, dan loser. Lekker. Nee, dan maak je gewoon online toetsen en dan alle multiple choice vragen en gesloten vragen. Ja. Die die kijken dan zelf naar. Ik heb daar allemaal over. Ik denk dat het allemaal kan. Oeh, dat is een dak. Ja, dus dat kijken dan allemaal na. Dus dat is mooi. Ja. Attack. En oh, binnen, Jake. Binnen. Oh, die was mooi, hè? Ik liep om. Oeh, hij zit naast het gebouw. Nee! Oh, wat slecht. Ik heb ook een beetje aan. Nee, dit is toch chill. Ja. Ja, zeker. Dat is wel handig. Dat is wel en die spel nakijken is ook wel chill. Ja, je hoeft nooit de toetsen mee te nemen, want je kan er niet bij maken. Ik heb iets verder gezet. En als ik gewoon weer normaal heb, dan ga ik het ook gewoon weer doen, joh. Ja, dat is wel grappig, hè? Dat ook deze tijd dat maakt dat je sommige dingen gaat. Zeg maar, dit willen ze natuurlijk al heel lang. Voor van digitaal werken en kijken wat de voordelen zijn. En nu worden we noodgedwongen in dat scenario geduwd. En dan zie je dus ook dat dat soort vooruitgangen eigenlijk waarschijnlijk ook veel sneller zullen gaan als alles weer normaal wordt. Omdat we zien wat de voordelen zijn van bepaalde dingen. Ja, en dat je dus gewoon echt wel veel dingen al kan, zeg maar. Ja. Dus dat er ook gewoon echt wel. Tossing a stun! Ja, dus dat is wel nice. Ook staan gaan in de fik, joh. What? Oh, het is echt een... Echt een skill. Ja, lekker. Komt er nog een aan, Jay? Komt er nog een aan, Jay? En beneden staat er ook een. Oh, sorry. Lekker, Jay. Hij is goed bezig. En die andere nog? Oh, yeah. Bijna! Ja. Kut. Je moet echt diegene met dat grote kroontje hebben. Dat is gewoon nu echt een... ergens anders. Nee, dus dat is echt wel, ik ben wel blij dat ik dat nu heb ontdekt en daar gewoon in de tijd in heb gestoken. Ja, fijn. Dus gewoon echt wel goed om dat nu te hebben. Ja. Ja, ik heb dus met sommige cliënten dat ik bel via WhatsApp. Het is niet helemaal de veiligste methode, maar als ze zelf dat willen, zeg maar, sommige jongeren willen dat vooral. Die vinden dat wel handig. Oh Jay, ik heb fucking veel geld.